We staan hier bij een zeer gelukkige Kevin Panhuizen die na zoveel tegenslag dit seizoen eindelijk de kroon op het werk zet. Goud op het Belgisch kampioenschap in eigen provincie. Ja, inderdaad. Was een lang verwachte titel. Normaal 2 jaar geleden al, maar door omstandigheden en veel te veel stress is dat toen niet gelukt. Ik heb je daar straks al gevraagd wat je het mooiste zou vinden, een podium in de top 5 wereldbeker of dit, en je kon nog niet antwoorden. Dat wil zeggen dat je er dit seizoen nog voor gaat. Ja, tuurlijk. Volgende week is een Val d'Isère. Ik hoop daar op het beste. Maar we zullen zien. De conditie is nu goed, dus we zien wel. En dan komt natuurlijk dat WK er nog aan. Wat verwacht je daar? Ik weet het nu niet. Volgende week zal ik iets meer weten naar de wereldbeker. Daar staan alle tegenstanders buiten Cooper, dus dat is een eerste grote test, maar ik ben er nu sinds de vakantie begonnen, is echt voor het leven, dus er moeten nog wat kilo's af en dan komt het wel goed. Je leeft dus een beetje als een prof nu? Ja, volledig als een prof. Nog even terug naar de wedstrijd, het ging vrij gemakkelijk denk ik. Je had het parcours ook goed verkend, vertel eens even. Ja, de eerste ronde ging het eigenlijk niet goed en de tweede ronde moest ik zelfs een gaatje laten op Daan. En ik dacht echt van shit, gaat niet waar zijn. Maar de benen begonnen beter te worden en ik kon er naartoe rijden en ik kon wegrijden.